Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daikin en Nederlandse Loterij. Goedemiddag, dit is het zeer levendige Tialfstadion voor het eerbetoon aan Irene en Sven. Wie de medailles van Irene en Sven bij elkaar op wil tellen, die is een tijdje bezig. Dus dat hebben wij alvast even voor u gedaan. Het zijn er bij elkaar 405, een getal om hartstikke duizelig van te worden. Het leek soms wel heel vanzelfsprekend het winnen, maar dat is het natuurlijk nooit. De grote Johan Olof Kos noemt ze niet voor niets de meest ongelofelijke schaatsers aller tijden. Samen goed voor 9 Olympische titels. Irene Wüst werd 22 keer wereldkampioen en Sven Kramer 30 keer. En nu is het voorbij. Een carrière die ze op 5 Olympische Spelen bracht, eindigt hier in hun eigen Tialfstadion. Een vol Tialfstadion. Een afscheid voor 2 iconen. Welkom bij een speciaal eerbetoon aan 2 van de grootste sporthelden uit de Nederlandse geschiedenis. We zetten ze nog 1 keer in de spotlights. Hier zijn de schaatslegendes Irene Wüst en Sven Kramer. Vanuit het torentje in Den Haag is hier met een speciale boodschap minister-president Mark Rutte. Beste Irene, beste Sven, als je, zoals jullie,
alleen met je voornaam door het leven kunt, dan ben je heel groot. Dan heb je iets bijzonders gedaan. En bijzonder was het. Want vandaag sluiten jullie een topsportcarrière af die op een paar jaar na de hele 21ste eeuw omvat. Jullie nemen afscheid als grote kampioenen. Jij, Irene, zelfs met goud op 5 achter een volgende Olympische Winterspelen. Niemand ter wereld die je dat na kan zeggen. En jij, Sven, neemt afscheid met de professionaliteit en sportiviteit die je altijd hebt laten zien. Er wordt op niemand gewacht en ook op mij niet, zei je na de allerlaatste race. Een prachtige uitspraak van iemand die van zichzelf weet dat hij alles heeft gegeven en alles uit zijn carrière heeft gehaald. Samen waren jullie het gezicht van een tijdperk. Samen sluiten jullie vandaag dat tijdperk af. En waar anders dan in Tialf? Jullie Tialf. Irene, Sven, namens heel Nederland wil ik jullie enorm bedanken. Het was super, het was fantastisch, het was intens genieten, ook voor ons. Heel veel plezier vandaag en heel veel geluk en succes in de toekomst. Tot ziens. Hier is de voorzitter van de ISU, de Internationale Schaatsunie, Jan Dijkema. Beste Sven en Irene, namens de Internationale Schaatsunie heb ik vele malen jullie de gouden medaille mogen uitreiken. Vaak na een prachtig kampioenschap. Jullie erelijst is echt indrukwekkend. Met enorme aantallen gewonnen kampioenschappen. ISU, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en wereldbekers. Het waren letterlijk en figuurlijk jullie gouden jaren. De gouden jaren ook van de Nederlandse schaatssport. Met deze prestaties, maar ook met jullie charisma, jullie professionele topsportmentaliteit en jullie ijzeren doorzettingsvermogen hebben jullie jarenlang miljoenen kinderen en volwassenen geïnspireerd. Wereldwijd. Niet alleen in Nederland. Vandaar dat ook de Internationale Schaatsunie jullie zeer erkentelijk is voor jullie geweldige bijdrage aan de promotie en ontwikkeling van onze prachtige sport. En zometeen na afloop wil ik graag ook persoonlijk namens de ISU jullie een bijzonder aandenken overhandigen. Jullie hebben niet alleen geschitterd op de ISU-evenementen, maar ook op de Olympische Spelen. Recent Irene nog in Peking met die geweldige, ongelofelijke, mooie, gouden 1500 meter. In Peking heb ik ook de voorzitter van het IOC gevraagd om een bijzondere videoboodschap. Hij heeft het graag willen doen. Hier komt speciaal voor jullie de voorzitter van het IOC, Thomas Bach. De sportieve hoogtepunten van Zwing. Dear Rain, dear Sven, what a moment for you to look back with great pride and satisfaction to unique sports careers. Irene, you're the most decorated speed skater in the history of your sport. Sven, you're the most decorated male speed skater in the history of your sport. You both are true legends. But you're not only great sport champions. You always have defended and promoted the Olympic values. You have expressed this with 5 participations in the Olympic Games, winning record numbers of medals and having created an enthusiasm for your sport, not only in your country where it's quite natural, but far beyond the Netherlands. So today our hearts are going out to you. We all wish you all the very best for your new stage of your life. But please, keep close to the Olympic movement. Keep promoting the Olympic values. And I hope very much that in this new stage in your life, also our paths will cross again. And as a small token of recognition and appreciation,
I would like to hand you over a token of our appreciation, which is adding somehow another gold medal to the many you have won. It is the official medal of the International Olympic Committee remembering the Olympic Winter Games Beijing 2022, and it is produced in a very, very limited number. It's written on it that it's 500, but I have to admit it's fake news. It's only 300, because we reduced the pandemic, we reduced the number of copies of this medal. So you're among the 300 people around the world to receiving this medal, and I hope you will appreciate it. All the very best, take good care, and looking forward to seeing you soon again. Bye. De sportieve hoogtepunten van Sven Kramer worden verwoord door presentator Humberto Tan. Beste Sven, een paar woorden van je buurman. Ik werd gevraagd om op deze bijzondere en eervolle middag iets tegen je te zeggen. Ik, als man geboren in Paramaribo, een stad zonder sneeuw of ijs, tegen jou, de koning van het ijs uit Heerenveen. Maar we zijn toch verbonden. Door onze liefde voor sport en door de rivier de Amstel die langs onze huizen gaat. Door jouw prestaties weet iedereen in Nederland wie je bent. En al zeker iedereen in dit schitterend volgepakte Tialfstadion. En iedereen weet wat je bedoelt als je zegt: hij is de Sven Kramer van het houthakken. Of de Sven Kramer van het horlogemaken. De Sven Kramer van het oliebollenbakken. Als je de Sven Kramer van bent, dan weet iedereen dat je de beste bent. Dan ben je iedereen de baas. Zoals jij vrijwel altijd iedereen de baas was. Nee, die ene keer niet. Maar die ene keer geeft al die andere 136 prijzen extra glans. Ik sprak je vriend, Douwe de Vries. Hij benadrukte dat je die prijzen niet zomaar gewonnen hebt. Al deze prachtige prijzen hier naast me. Daar heb je altijd een sterke focus voor nodig gehad. Waar je ook best stress van hebt gehad. Waar je wakker van hebt gelegen. Want als je boven op de Olympus staat, dan ben je soms niet eens blij als je weer wint. Dan ben je opgelucht. Omdat je als topfavoriet eigenlijk alleen maar kan verliezen. Maar ondanks al die prijzen, Sven, heb je je mooiste prijs volgens mij niet op je schaatsen gewonnen. Je mooiste medaille is geen NK goud, geen EK of WK goud en zelfs geen Olympisch goud. Je mooiste prijs is van papier. De Leeuwarden Courant schreef: dochter Kay bezorgt Sven Kramer bij thuiskomst op Schiphol toch een medaille. Een verkeerde kop. Het is een verkeerde kop. Daar had moeten staan: dochter Kay bezorgt Sven Kramer bij thuiskomst op Schiphol de mooiste medaille van zijn leven. Een papieren medaille met een grote 1 erop. Want nummer 1 zijn voor je dochter is het mooiste goud voor iedere vader. En voor haar ben je sowieso de Sven Kramer van het vaderschap. Gefeliciteerd, Sven. En namens velen, dank voor je mooie carrière, je mooie jaren. Dank dat we mochten meegenieten van alles wat je hebt gedaan. Een nieuwe fase wacht. Met Kay, met Naomi, baby on the way. En Naomi, door haar heb je de laatste jaren het leven als topsporter kunnen leven. Bijzondere vrouw, Wami.
En in al die trainingen die je altijd gedaan hebt, ging je dwars door alles heen om tot de ultieme prestaties te komen. Sven, je ging door de wind en door de regen. Met mijn ogen dicht, kan je voelen, met mijn hart op slot, ik hoor je praten, met mijn hart. Maar je bent er niet, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet weggaan, maar ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Door de storm, als in alles mij tegen. Door jou ben ik nooit alleen. Voel je naast me, als ik 's nachts op straat wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. Ik kan alleen zingen. Van leegte, door een muur van stilte, door mijn hele leven, dwars door heel het Friese landschap, van bolzwart over sneek tot de lauwe, door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, als in alles me tegen, door jou. Het indrukwekkende track record van Irene Wüst is hier cabaretier Dolf Jansen. Dank u wel. Goedemiddag. In de 2 minuten die ik krijg om de allergrootste sportvrouw te eren, heeft zij zelf een 1500 meter gereden, haar haren losgeschud, haar coaches gebokst, haar medaille opgehaald, haar gouden medaille vanzelfsprekend. Wij zagen haar als meisje in Turijn. Wij zagen haar op onze schermen groter worden, iets ouder ook en steeds beter. En we zien haar nu al jaren als leuke, slimme, stralende vrouw. Dat heet growing up in public, maar omdat het Engels van de meeste van u beperkt blijft tot go to the start en inner lane, zal ik daar verder niet op ingaan. Irene Wüst, zo snel, zo sterk, zo stralend. Ja, hallo, wat wil je? Kijk eens even met mij mee. Ze vroegen mij, is het misschien leuk om al haar medailles en overwinningen voor de mensen op te lezen? Ik keek naar de banner en zei, wat denken jullie zelf? Het is zoveel, het is te veel. Het was zo mooi, zo mooi. Oké, ik pak de Olympische roem er even bij. Volgens mij is het hoogst haalbare voor een atleet in welke sport dan ook meedoen aan de Olympische Spelen. En dan bedoel ik niet om een dictatuur gezellig van dichtbij te bekijken. Nee, ik heb het echt over die plek. Ik heb het over de top van de Olympus. Daarbij mogen zijn, daarbij mogen horen. Dat is het summum. En daar dan een medaille winnen. U begrijpt, de tranen schieten in mijn rug. Irene Wüst had daar een wat ander beeld van. Ze deed 5 keer mee en won 5 keer een gouden medaille. Ik zeg Turijn, Vancouver, Sochi, Pyeongchang en Beijing.
ik zei een keer tegen haar, Irene, gun de anderen ook wat. Zij antwoordde, die anderen mogen toch het zilver en brons verdelen, waarna ze lachend wegschaatste. Echt, de kans dat ik in een discussie met een vrouw het laatste woord krijg is minimaal. En ze heeft gelijk natuurlijk. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar winnen is het allermooiste. En wereldkampioen worden en die titel kunnen opdragen aan Paulien van Deutekom, die ergens daarboven meekijkt. Dat is groot verdriet en grote vreugde in één. Dat is het leven en wij mochten daarbij zijn. Er waren tijden dat deze vrouw nog wel eens Irene werd genoemd. Irene, door mensen met geen idee van klapschaatsen en rondetijden. Wij hier allemaal en iedereen die meekijkt weet Irene, uitroepteken. Want inderdaad, zoals zij, is er maar één. Binnenkort gaan Letitia en zij trouwen. Ze zoeken alleen nog iemand die het ABC'tje binnen de 2 minuten kan afronden. Het was voor ons allemaal 16 jaar lang een ongelooflijk groot genoegen. Dankjewel, Irene Wüst. En daarmee is het mij een grote eer en een genoegen om een vrouw aan te kondigen met wie ik ongeveer alles heb gedaan, behalve samen schaatsen. Dames en heren, Claudia de Breij. Andere schaatsers zijn sterren, jij het noorden ligt. Over het ijs straalt van ver al je trotse gezicht. Want als jij rijdt, dan weet iedereen, het gaat om haar tijd. Haar tijd komt altijd op één en iedereen weet, dat kan alleen iedereen. Zo jong als je was nog, zo'n niksje van 19 jaar. Zo hoog begint, kan diep vallen, dat zeggen ze maar. En wat het gekost heeft, dat weet alleen jij. Je vecht en je zweet en je breekt jezelf vrij en wordt één met het goud. En ik zing voor jou, Irene. En ook al was het soms te zwaar, iedereen kent het maar. Jij ging er dwars doorheen, inspireerde iedereen. Wow, oh, oh, oh. Onthoud dan alleen, je blijft voor altijd, altijd degene die het deed. En iedereen weet, niemand vergeet iedereen. Bestuurder van de KNSB, Herman de Haan.
Wat een afscheid. Beste Irene, beste Sven. Namens de KNSB en het hele schaatswereld bedank ik jullie heel erg voor alles wat jullie in jullie imposante carrières bereikt en betekend hebben. Als publiek hebben we van jullie genoten, hier in Tialf en thuis voor de buis. Jullie koppelden talent aan noeste arbeid. Jullie zetten alles opzij voor het schaatsen, jaar in jaar uit. Jullie leverden altijd en vooral op de belangrijke momenten, zoals alleen de allergrootste kampioenen dat kunnen. Jullie zijn in de afgelopen 15 tot 20 jaar uitgegroeid tot boegbeelden van onze sport. Jullie hebben het schaatsen in Nederland en wereldwijd naar een hoger niveau getild. Jullie zijn rolmodellen geworden, een inspiratiebron voor de jeugd. Kinderen die beginnen met schaatsen willen de nieuwe Sven en de nieuwe Irene worden. Sven, jij doet met je Sven Kramer Academy al heel iets moois terug voor het schaatsen, voor de nieuwe generatie. En Irene, ook jouw kennis en ervaring mag niet verloren gaan voor onze mooie sport. Samen voor het schaatsen en het skaten luidt ons motto. En ik spreek namens de KNSB de wens uit dat wij iets voor elkaar kunnen blijven betekenen in de toekomst. Ik ga afronden. Als blijk van waardering voor jullie meer dan imposante carrières krijgen jullie allebei de KNSB Oeuvreprijs. En omdat wij jullie als schaatsbond zo erkentelijk zijn voor alles wat je voor de schaatsport hebt betekend, mag ik jullie met trots benoemen tot erelid van de KNSB. Van harte proficiat en het gaat jullie goed. Is de bondscoach van het Nederlands elftal, Louis van Gaal. Dames en heren, goedemiddag. Sven en Irene, het is ook verrassend voor jullie dat ik hier sta. Ja, waarom sta ik hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Nou, dat ga ik u uitleggen. Als groot sportliefhebber, schaatsfan en trotse Nederlander heb ik vaak met pen en papier voor de tv gezeten. Rondetijden noteren, schema's vergelijken. Het stond allemaal in de krant. Dan kon je uitknippen en dan kon je dat invullen. Van Artje Keulen-Deelstra, Art Schenk, Kees Verkerk, Ria Visser, Hilbert van der Duim, Yvonne van Gennep en al die anderen. Kunnen jullie aan jullie coaches kiezen?
Jullie kozen voor een boos en zonder tijd. Jullie kozen voor basis van medewerkers en zeswerken. Samen jullie aan het werk, waar het al in voor en tegen is. Geen excuses bij Nederland. Jullie waren zelf verantwoordelijk voor de aanslag van jullie kozen. En het is ook om de prestatie te ook daarin zijn ze hier van bloemen geweest. Zeg en leer. Nu hebben we die prachtige topsportcarrière. Een paar enorme kleine bootjes op hun prachtige topsport. Nu die afscheid van een sportspeling kon ik niet verhelpen. Jacques Oorin werkte maar liefst 9 jaar in de junior. De andere waren het is een grote groep u om grote afspraken voor Gerard Kempers en Gerard van Velde. En op die wijze alle coaches in de carrières van Sven en Irene te bedanken. Voor de manier waarop ze hen al die jaren terzijde hebben gestaan. Met You've Got a Friend is hier Jan Smit. When you're down and trouble and you need some love and care and nothing was going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call. And I'll be there. Yes, I will. You got a friend. Hey, Irene, you inspired Howard with your results and with your behavior. Thanks for a nice fight between us. And I wish you the next part of your life the best one. Hi, Irene. I'm happy I could skate and dance with you because it made me so excited. So I like it. And you are a legend for me and the world. I wish you all the best in your new life. Thank you. Have a nice day. Hey, nou dit is het dan. Woorden schieten tekort om over jouw carrière dingen te zeggen. Dus daar begin ik ook gewoon niet aan. Het is echt ongelooflijk wat jij allemaal hebt bereikt. En daar mag je echt super trots op zijn. Maar ik weet zeker dat er gewoon heel veel mooie nieuwe dingen op je zitten te wachten. Lieve iedereen. Hoewel we samen heel erg hebben verloren, heb ik je ook weer zien winnen. En ik ken niemand die zo schitterend kan winnen als jij. You just call out my name. And you know wherever I am, I'll come running to see you again.
spring, summer, or fall. All you have to do is call, and I'll be there. Ja Sven, wat een carrière. Natuurlijk moet je liefhebber zijn en een beetje talent hebben. Maar jouw ongelofelijke persoonlijkheid, van jongs af aan, alles eruit halen wat erin zit. Je unieke topsportmentaliteit maakt jou toch echt de grootste schaatser aller tijden. Heel veel bewondering en respect. En nu genieten van een nieuwe fase in je leven. Enjoy! We hebben veel meegemaakt in de afgelopen jaren. Veel ups, maar ook downs. Maar ook heel veel lol. Je hebt het schaatsen naar een hoger level gebracht, veel professioneler. En daar heb ik ook absoluut heel veel van geleerd. Nu is het tijd om van je familie te gaan genieten. Bedankt voor alles en bedankt voor onze vriendschap. Man, what an incredible career with so many great accomplishments. I just hope that moving forward post-sports that you're going to be able to find the passion for new things like you had skating. Ja? Ja? Wat gaan we zeggen? Je papa is heel goed, is trots op jou. Ja, wij zijn heel trots op jou. En wat kan papa heel goed? Schaatsen. Oh, heel goed schaatsen. Geniet van deze dag. Geniet van alle mooie woorden en alle lieve mensen om je heen. Dikke. You just called out my name, and to know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Now ain't it good to know that you've got a friend, when people can be so cold. They'll hurt you, and just hurt you, and take your soul if you let them. But don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. You've got a friend. You've got a friend. You've got a friend. Hier is drievoudig wereld- en olympisch kampioen Art Schenk. Beste Irene en beste Sven, ik ga terug naar mijn herinneringen aan jullie in 2005 in Seinäjoki, waar de wereldkampioenschappen voor junioren werden verreden in Finland. Daar zag ik een gedreven jonge Sven, een man met een missie, wereldkampioen worden. En dat werd je, en daarna vele malen meer dan die ene keer in Seinäjoki. Daarnaast was er Irene. Ook jij werd daar wereldkampioen. En je had plezier in wat je deed. Je lachte. En ook toen al, zo af en toe, dat vormgaapje.
Nou, dan ging het gebeuren als Sirene een gaapje deed. Gewapend tot de tanden als het om schaatsen ging. Jullie weten als geen ander hoe je voor te bereiden op een wedstrijd. De warming-up voor een fantastische wereldprestatie. We hebben ze allemaal lang zien komen vandaag. Ik wens jullie nu een mooie cooling down. Na ruim 16 jaar topschaatsen. Met hoogtepunten, maar ook met verlies. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Jullie weten ook wat niet winnen is. Die cooling down wens ik jullie toe om weer een beetje een normaal leven te kunnen gaan leiden met mooie nieuwe uitdagingen. Vandaag krijgen jullie een eervol cadeau. Een cadeau namens de hele schaatswereld in het schaatshart van de wereld. Tialf. Een erkenning zoals jullie voor eeuwig zichtbaar zullen blijven. 5, 4, 3, 2, 1. Forget about taking it back.
What's done is done, taking it back. I follow into a shooting star. And it's time. This is for the glory I feel. When we go, we got nothing to lose. When we go, we got nothing to lose. Yeah. And we walk, and we walk a lane. This legendary lane is all or nothing. And we walk the lane. This legendary lane is all. Ja, terwijl Irene nog bezig is. Sven, jij was een stuk eerder al hier. Je zei net dat kletteren bedoel. Ja, jij bent niet zo... jij bent natuurlijk wel heel amicaal, maar... Jij vindt het natuurlijk... Ja, dit is wel spannend voor jou. Momenten waarvan je dan niet weet. Dag Irene, gaat het een beetje? Kom lekker naast me staan aan deze kant. Want jullie zijn natuurlijk vandaag in het zonnetje gezet. Door heel Nederland. En al die mensen hier in Tialf, die al die jaren met jullie... Ja, mee gestreden hebben, die jullie altijd hebben support. En jullie naam zal voor eeuwig en altijd hier nu zichtbaar zijn. We zagen bijzondere optredens. Hele mooie woorden, vrienden, familieleden, rivalen. Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie zelf ook graag iets willen zeggen. Aan de kijkers thuis en de mensen hier in Tialf. Irene, ik begin bij jou. Maar de EMA moet beginnen. Ja, ik ben ontroerd. Het is een fantastische dag. Eerste 1500 meter schaatsen in een vol Tialf, uitverkocht. Nou, iets mooier afscheid kan ik niet bedenken. En dan nu dit. En ja, Tialf, jullie zijn al die jaren fantastisch geweest. Jullie hebben me altijd gesteund en geholpen. En natuurlijk vergeet ik heel veel mensen, want ik moet alle coaches bedanken in mijn hele carrière. En al mijn ploeggenoten door de jaren heen. Want we staan hier wel alleen, maar er staat altijd wel een hele ploeg om ons heen. Dus ja, ik heb al die jaren volop genoten en ik zou het zo weer overdoen. Dus groot applaus voor jullie zelf. Dankjewel Irene. Ja, Sven, ook natuurlijk aan jou het woord. Het slotwoord. Ja, dankjewel. Ik moet zeggen, ik ben zwaar impressed. Ik weet niet wat ik had van moeten verwachten, maar het heeft eigenlijk elke verwachting overtroffen vandaag. En daar ben ik jullie super dankbaar voor. Maar daar ben ik ook niet alleen jullie dankbaar voor, daar ben ik mijn hele team dankbaar voor. Daar ben ik mijn huidige sponsoren dankbaar voor. En een bijzonder dankwoord wil ik toch wel uitspreken aan Robert van der Wallen en Patrick Wouters. Anders was vandaag zowel voor Irene als voor mij niet doorgegaan. Dus een groot applaus voor die beide heren. En als laatste, en ik denk niet onbelangrijk, denk ik dat het goed is dat we er stil bij staan. Dat wij wat wij vandaag hier kunnen doen, dat wij dit in alle vrijheid kunnen doen. En een democratie die we hebben in deze tijden, dat we daar zeker heel erg blij mee moeten zijn. Dank jullie wel. Ja, laten we dat vooral niet vergeten. We zijn hier natuurlijk vandaag om jullie uit te zwaaien. En ik heb ze natuurlijk meegenomen, jullie eigen schaatsen. Ze liggen hier volgens mij, iedereen, die zijn van jou. En we zouden natuurlijk het allerliefste willen, ja, ik dwing jullie eigenlijk al een klein beetje, om toch nog een laatste ereronde te doen in jullie Tialf. Ga lekker naar beneden, doe de schaatsen nog één keer onder en ga nog één keer het ijs op. Ja, terwijl zij hun schaatsen aantrekken zometeen, zodat we nog allemaal één keer kunnen genieten van deze twee helden op het ijs. We hebben eindelijk weer een uitverkocht Tialf. Hoe mooi dat dit weer kan. Dus mensen, laat alsjeblieft van je horen. Ze schaatsen zometeen de laatste welverdiende ereronde op de muziek van Dinant Woesthof. Hier is nog één keer Legendary Lane! Natuurlijk, kom op dan. Iedereen, sta op, kom op. Kom op, nog één keer. It's all or nothing.
schaatshelden aller tijden. Die al vaak geworden voor Irene Wüst en Sven Kramer. Van Tialf. Als tiener, als junior, als profschaatser, als veelvoudig wereldkampioen, als Olympisch kampioen. En dit was hun laatste rondje. Tialf heeft afscheid genomen van Sven Kramer en Irene Wüst. Hun carrières zitten er echt op. En wat was het mooi. Goedenavond. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en